aankoop van een woning is voor veel mensen de belangrijkste investering in hun leven. De notaris speelt een belangrijke rol bij een aankoop. Maar wat doet de notaris precies bij de aankoop van een woning? Wie notaris zegt, denkt vaak aan de notariële akte. Maar nochtans is de tussenkomst van de notaris bij de verschillende stappen van de aankoop nuttig. Ten eerste bij het bod. Een bod is volledig bindend. Denk dus altijd goed na vooraleer je een bod doet. Heb je een goed zicht op het volledige kostenplaatje? Weet je hoeveel belasting je zal moeten betalen? Eenmaal je een bod doet, ben je sowieso gebonden. De notaris zal je helpen om je bod juridisch sluitend te formuleren. En over de aankoopkosten gesproken, op notaris.be kan je de aankoopkosten berekenen via een handige rekenmodule. Daarna bij de verkoopsovereenkomst zelf. We spreken vaak over een voorlopige verkoopovereenkomst, maar dat is misleidend. Een verkoopovereenkomst of het compromis is een bindend en definitief document. Het is dus cruciaal dat dit document juridisch volledig sluitend is. Advies vragen aan je notaris is dan ook essentieel. Werk je rechtstreeks met een verkoper? Laat dan zeker het compromis nalezen. Werk je met een vastgoedmakelaar? Dan zal de vastgoedmakelaar het compromis laten nalezen door de notaris. Tussen het compromis en de notariële akte verlopen een aantal maanden. Dat is logisch. In deze periode moet het notariskantoor alle nodige opzoekingen doen. Bodemvervuiling, de stedenbouwkundige situatie van het goed, of het goed al dan niet beschermd is, of er geen schulden of lasten rusten op het goed, zijn maar een paar voorbeelden. Allemaal om ervoor te zorgen dat jij perfect op de hoogte bent van wat je precies aankoopt. De notaris moet hiervoor trouwens verschillende administraties en gemeenten aanschrijven. En dat verloopt volgens een vaste procedure en termijnen. Bovendien bereidt de bank tijdens deze termijn je kredietdossier voor. Je moet dus een aantal maanden geduld hebben voor je de akte kan ondertekenen en de sleutels van je woning kan ontvangen. Maar deze termijn kan je evengoed gebruiken om na te denken over je familiale situatie. Want de notaris informeert je niet alleen over de staat van het goed, maar adviseert je ook. De aankoop van een woning is een grote verandering voor je vermogen, maar ook voor dat van je partner en van je kinderen. Maar wat als een van jullie zou komen te overlijden? Hoe wil je elkaar beschermen? Zijn jullie nog van plan te trouwen? De notaris zal de aankoop van de woning kaderen in een groter geheel. Hij kan verschillende juridische zaken toevoegen in de akte en jullie zo beschermen op moeilijke momenten.